Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 936 kunt u luisteren naar de laatste uitzending over het Bijbelboek Daniel. Er wordt een sprong gemaakt naar de tijd van de grote verdrukking, waarin de Antichrist velen zal misleiden en meetrekken in de afval van God. En zo zeker als de eerste voorzeggingen zijn uitgekomen, mogen we ook weten dat de Heere het gedeelte dat nog op de toekomst slaat, zal vervullen. In de vorige uitzending zagen we al dat Antiochus Epiphanes, de Syrische koning, over wie het in het vierde visioen gaat, zich als een gruwelijke vijand van God en zijn volk heeft laten zien. Opmerkelijk dat de Heer het Daniel heeft geopenbaard. Even voordat het gebeurde. In de tweede eeuw voor Christus krijgt het visioen een eerste vervulling in de persoon van Antiochus Epiphanes. Daarmee is hij ook een type en voorloper van de Antichrist. We hebben ook contact dat het soms moeilijk is om te onderscheiden over wie en over welke tijd het in Daniel 11 nu eigenlijk gaat. Het is een duidelijke aanwijzing dat Gods openbaring soms meer dan één vervulling kan hebben. Het is menselijk gezien niet altijd eenvoudig om te begrijpen. Maar we mogen weten dat de Heer alles onder controle heeft en dat Hem niets uit handen loopt. We lazen de vorige keer dat vanuit het zuiden, vanuit Egypte, een aanval wordt gelanceerd tegen Syrië. Maar Syrië neemt dat niet en trekt met een enorme troepenmacht naar Egypte. Het is voor Syrië tijdelijk een succesvolle expeditie. Zelfs Israël en nog een aantal andere landen worden onderworpen. Maar blijkbaar ontkomen Edom, Moab en Amon aan een aanval van het enorme leger van Antiochus, maar Egypte niet. Het wordt bezet. Zelfs Libië, ten westen van Egypte en Ethiopië, het land van de moren ten zuiden van Egypte, zijn niet bestand tegen de oprukkende legers. De schatten van Egypte worden buitgemaakt door Antiochus. Dan houdt de profetie plotseling op. Antiochus hoort dat er aan de andere kant van zijn koninkrijk Syrië problemen zijn. De legers die diep in Afrika zijn doorgedrongen, moeten een eiltaanpoot terug naar de noordelijke en oostelijke grenzen van Syrië. Een woedende Antiochus, die zich gedwarsboomd voelt, moet terug naar Syrië. Tijdens deze terugtocht slaat hij zijn tenten op in Israël. Daarbij denkt hij ook nog dat hij het van de God van Israël heeft gewonnen. Maar niets is minder waar. In vers 45 lazen we: En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het Heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. En dat gebeurde. Ook de geschiedschrijvers hebben gemeld dat Antiochus in Perge is gestorven. Tijdens zijn veldtocht tegen de Parten. Maar de woorden van Daniel 11 vinden in de tijd van Antiochus slechts een voorlopige vervulling. De eigenlijke eindtijd komt in de dagen van de Antichrist. Van hem staat in 2 Thessalonisch 2, versen 9 en 10: En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. In Antiochus Epiphanes zien we duidelijk de trekken van de Antichrist. Hij waant zich God, ja, meer dan dat. Maar Antiochus heeft geen tijd om nieuwe gruweldaden uit te voeren tegen de stad van de Heer en zijn tempel. De volken in het noorden en oosten vragen zijn aandacht. Antiochus trekt door en denkt later terug te komen. Maar dat is een misrekening. Er is geen weg meer terug. Hij gaat zijn einde tegemoet. Ook dat zal uiteindelijk gebeuren met de Antichrist. Daniel 12, vers 1. In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Met hoofdstuk 12 zijn we ongemerkt van de tijd van Antiochus bij de eindtijd terechtgekomen. Naar de eindtijd, in het laatste der dagen. De lijnen vloeien in elkaar over. Het zal een tijd van grote nood en zwaar lijden zijn, groter dan ooit tevoren. Het staat bekend als de grote verdrukking. Voor we het hoofdstuk gaan bespreken, wil ik nog even terugkeren naar Daniel 10, vers 14. Want het gaat nog steeds om dezelfde professie. Daar staat: Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in een later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Er zijn twee belangrijke zaken die we uit dit vers noteren. Ten eerste: Uw volk betekent dat het de natie Israël betreft. Ten tweede: Er is nog een visioen voor die dagen. En ja, het is al een lange tijd geweest sinds Daniel deze visioenen had. Over de vraag of we ons nu in de sfeer van deze dagen bewegen, is geen induidigheid. Met Door de Bijbel geven wij een voorkeur aan de uitleg dat de kerk eerst van de aarde zal moeten verwijderd worden. Over de verschillende visies daaromtrend hebben we het al gehad en deze zullen ongetwijfeld nog aan bod komen. Terug naar Daniel 12 vers 1. Met welk gezag noemen we deze periode de periode van de grote verdrukking? Door het gezag van de Heer Jezus omdat hij dezelfde taal gebruikte toen hij over de grote verdrukking sprak die Daniel hier gebruikt. Hij zei dat dit een korte periode zou zijn, een tijd van moeite, en dat er nooit zo'n tijd voor of na zou zijn. Dit is de tijd die de Heer Jezus de periode van de grote verdrukking noemde. Hij wist waar hij over sprak, en we zullen aannemen wat hij zei. Er wordt aan Daniel ook over volksgenoten gesproken, dat is de natie Israël. Een belangrijke vraag blijft, hoe komt Gods volk die periode door? We lazen dat ieder wiens naam in het boek staat, hieraan zal ontkomen. Ook Michaël wordt hier voor ons geïdentificeerd. Hij is de enige engel die de titel aartsengel krijgt. Hij is ook degene die Satan uit de hemel zal werpen. Hij is degene die het volk Israël beschermt en het terzijde staat, zoals Daniel hier duidelijk maakt. Zijn strategie wordt door Johannes in openbaring 12, versen 14 tot 16 geschetst. In die tijd van grote verdrukking staat Gods volk er niet alleen voor. De Heere stuurt Michaël om zijn volk te helpen. We kennen hem uit Daniel 10 als de machtige strijder van God, de generaal van de hemelse legers. Michaël wordt hier de grote vorst genoemd en dat geeft aan dat hij de hoogste van de engelen is die voor de Heere strijden. Het is een bemoediging te weten dat hij over het volk waakt. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor Gods volk. Daar heeft hij een speciale opdracht voor ontvangen als dienaar van de Heer, die als de hemelse vader weet wat zijn kinderen nodig hebben. Hij is de engel die zich legert rondom degenen die op de Heer vertrouwen en hem dienen. Daniel 12, vers 2: En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De engel kondigt dus aan dat er een tijd van verdrukking zal zijn, zoals er niet is geweest, sinds er een volk heeft bestaan tot op die tijd. De onderdrukking zal dus de grootste zijn in de geschiedenis van Israël. Velen van de gelovigen zullen sterven. Maar er zullen ook overlevenden zijn. De overlevenden, tenminste zij die in het boek beschreven staan, zullen ontkomen en redding ervaren. We zullen hier moeten denken aan het boek des levens, waarover het Oude Testament regelmatig spreekt. Maar wat gebeurt er met de mensen die in die tijd van verdrukking sterven? Zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen zullen sterven. Zij zullen ontwaken, de ene groep tot eeuwig leven en de andere tot eeuwige verafschuwing. De genoemde opstanding gaat hier weliswaar slechts over een beperkte groep, de gestorvenen tijdens de periode van de grote verdrukking. Toch is dit tweeërlei einde een boodschap die we overal in de Bijbel tegenkomen. Nergens biedt Gods Woord ruimte voor de gedachte dat het met alle mensen wel goed komt. Dat is voor hen die zijn afgevallen van het geloof aan Christus verlieten, een boodschap vol verschrikking en ellende. Anderzijds, juist in de donkere tijd van Antiochus en de Antichrist klinkt opnieuw de troostvolle boodschap van de opstanding uit de doden en het eeuwige Leven. De dood is het laatste niet. Gelovigen zullen het eeuwige leven beerven. Daniel 12: vers 3: De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Gods dienaren in het duister van de grote verdrukking zullen schijnen als lichten. Gelovigen moeten vandaag trouwens hetzelfde doen. In Philippaans 2, versen 14 en 15 staat: Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als slechten in de wereld. Het overblijfsel in die tijd zal Gods getuigen in de wereld zijn en ze zullen velen tot gerechtigheid brengen. Er wordt in vers 3 bijzondere aandacht aan hen besteed. Dit gebeurt met de voor Hebreeuwse poëzie kenmerkende stijlvorm van twee parallel lopende versen, waarin ongeveer hetzelfde wordt gezegd. In het eerste deel zegt de Engel dat de verstandigen zullen stralen als de glans van het hemelgewelf. Het tweede zinsdeel verklaart dat zij die velen tot rechtvaardigheid hebben gebracht voor altijd zullen stralen als de sterren. Zij die in een periode van grote druk de juiste keuzes maken, zullen een bijzondere verandering ervaren. Zoals ik al zei, ook wij kunnen vandaag blinken als de glans van het hemelgewelf. Om mensen tot gerechtigheid te kunnen brengen, moet men niet per se een leraar zijn. Daar kan de Heer al zijn kinderen voor gebruiken. Een goede moeder of vader zijn in het gezin. Een goede collega zijn op het werk. Hoe een jongere is in de vriendenkring. Enzovoort. Het zijn mensen die door de Heer gevormd zijn en die in alle eenvoud doorgeven wat zij zelf uit genade van de Heer hebben ontvangen. Zulke mensen zijn als sterren die de weg wijzen aan een schip in de nacht, als lichtdragers te midden van een donkere wereld. Daniel 12, vers 4. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Deze profetieën moesten verzegeld worden tot de eindtijd. Dit verwijst naar die bepaalde tijdsperiode, die in het boek Daniel de zeventigste week is. Maar het getogen op het feit dat we in de tussentijd zijn, onmiddellijk voorafgaand aan deze periode, is het moeilijk te weten hoeveel we nu precies begrijpen. Daar zoveel goede Godvrezende mensen vandaag verschillen over de uitleg van profetie, lijkt het aan te duiden dat er veel is dat we niet begrijpen. Dit alles zal geopend worden als we deze bijzondere periode bereiken. Dit is de reden dat we onze ogen op één ding gericht moeten houden. In Titus 2, versen 11 tot en met 13 staat. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen, en in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Het tweede deel van vers 4 is moeilijk uit te leggen. Er staat dat velen het zullen onderzoeken en dat de kennis zal toenemen. Het is mogelijk de tekst zo op te vatten dat tegen de tijd van de vervulling van de profetie mensen zich in de woorden zullen verdiepen en men er meer zal van verstaan. En dat klopt ook wel. Door allerlei gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis komt er ook meer zicht op de betekenis van deze woorden. Daniel 12, versen 5 tot en met 7 En ik, Daniel, zag en zie, er stonden twee anderen, de een hier op de oever van de rivier en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. De een zei tegen de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond: Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden. En een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. De man in linnen kleren staat nu niet meer naast Daniel, maar heeft positie gekozen boven het water van de rivier. Behalve die ene engel zijn er nog twee engelen, op elke oever van de rivier één, rechts en links van de man in linnen kleren, alsof ze zijn getuigen zijn die moeten bevestigen wat hij nu gaat zeggen. Maar in feite zegt de engel niet zoveel nieuws. We lazen het ook in Daniel 7, vers 25. Daar zagen we dat die woorden betrekking hebben op de tijd van Antiochus, die een voorspel is van de tijd van de antichrist. Daniel 12, versen 8 en 9. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen, Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Hoewel Daniel in het was van deze scène, begreep hij niet wat hij zag en hoorde. Daniel was in de war en wilde weten hoe al deze dingen, die hij net had meegemaakt, zouden uitwerken. Maar hij wordt er weer aan herinnerd dat deze dingen zouden plaatsvinden in de tijd van het einde en dat ze voorlopig verzegeld zijn. Daniel 12, versen 10 tot en met 13: Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Wel zalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Over de tijd die aan dat einde voorafgaat, heeft de Heer aan Daniel geweldige dingen geopenbaard. We hebben wonderbare dingen gezien en van huiveringwekkende gebeurtenissen gehoord. Geen wonder dat de vraag klinkt: Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Het is een vraag die niet alleen bij Daniel leefde, maar ook bij ons. En ook al bestaan er onder gelovigen verschillende opvattingen en meningen over deze verzen, ook Daniel begreep het niet. Wij mogen vooral de troost en bemoediging van het Bijbelboek Daniel niet uit het oog verliezen. God is overwinnaar. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de programma's over het Bijbelboek Daniel. In de volgende uitzending gaan we opnieuw naar het Nieuwe Testament, meer bepaald naar de brief aan de Hebreeën. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de Ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.